Gaan we het ook over voetbal hebben vanavond, wat jou betreft, Noordin? Of zeg je, gaan we helemaal niet doen? Wat jullie willen, als je mij niet... Als het een beetje leuk houden, toch? Ja? Vond je het straks niet leuk? Jawel, jawel. Was wel leuk, was wel leuk. Ja? Maar niet te veel die kant. Was een beetje pittig. Je bedoelt met Qatar en... Gewoon de eerste keer hier aan tafel, gelijk vol, boem. Was een beetje pittig. Nee, maar je ik probeer er onderuit te komen, maar dat is niet helemaal gelukt. Nee, maar je mag afwijkende meningen hebben, gelukkig, hè? Ja, tuurlijk. We leven in een vrij land. Ja. Je hebt vrijheid van meningsuiting. Vrijheid van keuze. En waarschijnlijk is het volgende onderwerp Marokko-Nederland. Oh, wil je dat gelijk doen? Nee, ik weet wat er gaat komen. Nee, je hebt wel een paar jaar geleden dat toch gezegd... dat nu voor altijd alle Marokkaanse Nederlanders gaan kiezen voor Marokko, toch? Heb ik niet zo expliciet gezegd, maar wel ongeveer. Ja. Sta je nog steeds achter die uitspraak? Of zeg je nou... Kijk, weet je wat het is? Het is een individuele keuze. Achter ieder verhaal zit een ander verhaal. Ja. Je kan niet generaliseren. Je kan niet zeggen, iedereen gaat dit doen of iedereen gaat dat doen. Maar het is wel een feit dat... Ja, dat de keuze is gewoon steeds moeilijker. Omdat Marokko steeds beter wordt, bedoel je? Marokko wordt steeds beter. Ze zijn er vroeg bij. Ze nodigen spelers en hun familie uit naar Marokko om een wedstrijdje bij te wonen. Kijk, nu was het met corona. Mm-hmm. Maar bijvoorbeeld mijn broertje, die twijfelde lichtelijk. En die werd toen, mijn ouders en mijn broertje werden toen uitgenodigd. Die hebben we wedstrijd gezien in een WK-kwalificatie met een prachtige atmosfeer. Ja, hij zei, ik zat tegenwoordig met kippenvel. Hij zegt, dit moet ik gewoon kiezen. Maar wat je eigenlijk zegt is dat Nederland dan niet actief genoeg is om jongens daarin? Nee, dat zeg ik niet. Maar bijvoorbeeld Dries Boussat zat hier, je groot vriend. En die had het over polarisatie. Van dat, kijk, voetballers zijn egoïsten. Ze denken aan hun eigen carrière. Als mijn neef of iemands neef geen stageplek kan vinden... ga ik niet voor Marokko kiezen omdat ik boos ben op Nederland. Nee. Het is een beetje... Ja, als je gaat ook nog het onderscheid gaat maken tussen de spelers die echt voor Oranje en Marokko kunnen kiezen, zijn het maar 2 of 3. Ja, Ziyech bijvoorbeeld. Die zegt al heel snel, ja, hij kiest voor Marokko. Ja, omdat Nederland, hij niet voor Nederland... Er is geen keuze, Marokko of Nederland. Het is meestal Marokko, want ik kies voor Marokko. Die snap ik niet helemaal. Waarom is het dan altijd Marokko? Als je geen kwaliteit genoeg hebt voor Nederland zelf, al bedoel je? Als je niet wordt gevraagd voor Nederland... Ja. Maar Iatare bijvoorbeeld, vind je van zijn keuze? Ja, dat is zijn keuze. Dus ja, nee, dat snap ik, maar wat vind je daarvan? Vind je het een logische keuze? Vind je een juiste keuze? Had hij voor Marokko moeten kiezen? Ik maak het je gelijk lastig. Dat is moeilijk. Kijk, wat ik weet, de jongen is 18 jaar. En ze zeggen, als je 18 bent, zijn je hersenen nog niet helemaal ontwikkeld. Het kan zomaar zijn dat hij over 2 jaar iets anders denkt. Ja. Maar op dat moment koos hij voor Nederland. Het is zijn goed recht. Het is een goede speler, goed talent. Hij speelde voor onder 18, onder 19. Het is... Ik steun hem. En ik hoop dat hij een prachtige carrière tegemoet gaat met Nederlands elftal. Dat we allemaal voor hem kunnen juichen. Ja, hij is afgetraind op de training. Nou, ik zit te kijken naar die foto. Hij is onherkenbaar. Ja, hij heeft 10 kilo verloren. Nou, dat is een beetje overdreven. 5 zal hij er verloren zijn. Nou, dat is een goede eerste stap. Ja, nee, maar hij maakt echt een enorm... Dat vertelde veel de Valentijn. Hij komt echt retenstrak, kwam hij op de training. En hij maakt echt... Alleen, hij heeft nog 1 jaar contract. Dus wat gaat hij doen? Wat gaat PSV doen? Dat loopt lekker de deur uit straks natuurlijk. Ja, hij zal wel niet bijtekenen. Mino Raiola, toch? Misschien, ik weet niet. Ja. Mag ik nog even met hem in discussie? Nou ja, als jij dat wil. Je bent het toch. Kom maar op, Johan. Nee, kijk, ik heb een totaal andere mening. Jullie zijn als gasten in dit land welkom geheten en min of meer geadopteerd. Jullie ouders of je grootouders zijn hier naartoe gekomen omdat ze hier meer mogelijkheden hadden aan een goed leven dan in Marokko. Jij bent hier geboren, neem ik aan. Klopt. Je hebt hier je opleiding op school gehad. Je hebt meegeprofiteerd van alle sociale zekerheden die we in dit land hebben. Je hebt... Alles wat je hebt, heb je hier opgebouwd en heb je ook mee aan dit land te danken. Dan vind ik het een beetje stank voor dank als je dan voor een nationaal elftal uit wil komen... dat je dan voor Marokko kiest, want Marokko heeft eigenlijk nog nooit wat voor jou gedaan. Oké, als we het erbij gaan belichten. Kijk, wat jij zegt, je hebt een morele verplichting, dat vind ik misschien niet. Je hebt wel een punt dat we hebben geprofiteerd van alle faciliteiten, van de opleiding, van alles. En natuurlijk zijn we dankbaar dat mijn opa 50 jaar geleden... hier welkom is geheten, aan het werk kon en een toekomst kon opbouwen. En daardoor gezinshereniging, ik ben hier geboren, ik heb kansen gehad... ik ben geschoold, ik heb een diploma gehaald. Natuurlijk zijn we daar dankbaar voor. Maar als je terugdraait, ik heb nooit de keuze gemaakt. In 2013 speelde ik bij Kayserispor. En mijn concurrent bij Nederlands Elftal waren Arjen Robben en noem ze maar op. Nee, precies. Dus ik heb is heel persoonlijk. Kijk, je kan nu tegen mij zeggen... Als je daarom, niet voor... daarom zeg ik, je kan precies. Wel zeggen... generaliseer je, ik kies voor Marokko. Maar ik had die keuze niet. Nee. Mijn broertje... Ik denk Mazraoui, die hadden die keuze wel. Die kozen dan voor Marokko. El Ghazi en Ihattaren kozen voor Nederland. Hakim Ziyech in feite koos ook voor Nederland. Doordat Danny Blind hem niet had opgeroepen en links liet liggen... koos hij uiteindelijk, is hij voor Marokko gaan spelen.
Dus ja, wat ik zeg, ieder verhaal heeft een... iedere keuze heeft een ander verhaal achter. Nee, maar ik ben het ook wel met jou eens dat Marokko dat beter doet. Die pampert de mensen beter dan Nederland. Want Nederland, daar krijg je altijd een soort arrogante reactie van de bondscoach. Die is niet van plan om naar zo'n snotneus te rijden om hem over te halen om voor Nederland te kiezen. Dat begrijp ik ook wel. Maar de bondscoach die moet dat wel doen, want die heeft een heel goed salaris en heeft 4 wedstrijdjes per jaar. Dus die heeft er alle tijd voor om dat soort dingen te doen. Klopt. En als een bondscoach weer belt naar je toe komt en een gesprek heeft met een speler die twijfelt, maakt het wel indruk. Kijk, Ziyech hebben we eigenlijk gewoon het land uitgejaagd. Maar ik vind wel dat er in principe een jongen die hier in Nederland geboren en opgegroeid is, de morele verplichting heeft, als die de kans heeft voor Nederland te spelen, om voor Nederland te kiezen. Maar dat is een persoonlijke mening en daar hoef je niet mee eens te zijn. In jouw geval speelt dat niet. Je hebt wel een punt, maar ja, de keuze blijft... Ja, blijft voor de meeste jongens geen keuze, dat je eigenlijk zegt. Er zijn maar een paar die een keuze maken. Wat moet je als bondscoach zeggen als je naar zo'n jongen toe gaat? Kijk, het liefst heb je jongen dat je toezeggingen doet. Ja, maar kan niet. Nee, dat kan niet. Nee. Maar dat dus kan Marokko ook niet, René. Nou. Tegen mijn broertje, advocaat, zei ik, wil je er graag bij hebben. En de voorzitter van Marokkaans elftal zei, jij bent onze nummer 6, jij bent onze toekomstige aanvoerder, jij bent onze leider. Dat is wel een tikkeltje dat je denkt van, ik zit misschien bij de selectie of ik ga spelen. Ja. Nou ja, die garanties die geven ze niet in Nederland. Nee, maar misschien wel daar. Ja, dat doen ze dan. Nee, maar snap je... Maar kun je niet overal geven. Jij wil door. Jij wil door, ik ook. Kijk de hele aflevering van de Oranje Zomer op veronicainsight.nl. Weer rots.